Is dat leuk werk? Zo'n tekentafel, dus een parcoursje uitzetten? Ja, op zich vind ik dat wel leuk werk, ja. Het is toch iedere keer een uitdaging om het aantrekkelijk te maken, zowel voor de renners, maar ook voor het publiek wat komt. En het allemaal een beetje smooth te laten verlopen, ja. Hoe doe je dat dan? Ga je dan, heb je het in je hoofd, dan teken je het dan uit of ga je dan wandelen of ga je ook zelf echt fietsen? Nee, dat is vooral even de trein zelf bekijken en een kaartje erbij en dan wat schetsen. En dan, ik moet heel eerlijk zeggen, dat is bijna op alle plekken zo. Je ziet het pas als het op een gegeven moment echt staat en of dat werkt wat je bedacht hebt. En dan wordt vaak in latere edities nog de fine-tuning eroverheen gegooid natuurlijk. Altijd dingen voor verbetering vatbaar. Vaak herinneren de mensen die in veldhut kijken, een paar momenten uit zo'n race, een paar mooie stukken. Wat is nou echt een mooi stuk wat hier in de Rosmalen ligt? Ja, we gaan wel proberen wat attractieve dingen erin te maken. Kijk, een zandbak extra hier op het veld en een paar hindernissen waar gesprongen zal worden. Achter in het bos met een zandheuvel, een stukje strand, trapje. Ja, we gaan wel proberen de dingen die we op televisie allemaal zien en de basisdingen in de cross ook hier terug te laten komen. Ja. Bedenk je alles zelf of heb je ook van coureurs bijvoorbeeld, noem eens wat, van de Poel, een boom, die jou daarin adviseren en die ook hun meningen hebben? Nou, nee, op dit stadium nog niet. Dat zal misschien komen als de eerste editie hier verreden is. Dan zullen renners misschien zeggen van nou, let op, misschien de volgende keer kun je beter dit of kun je beter dat. Dat gebeurt bijna overal wel, van dat renners zeggen van dit kunnen ze beter anders doen. Je zit natuurlijk zelf in het bestuur, geloof ik, hè? Dus jouw rol is echt een beetje het parcours en dat renners hier een mooie wedstrijd kunnen rijden. Ja, een beetje zoals ik het zelf noem, wielertechnische zaken. En, dus parcours, maar ook de renners en alles wat er omheen komt kijken. De ins en outs, het hedendaagse veldritwereldje over te brengen hier in de organisatie. En de ambities, die zijn stevig. Kun je eens vertellen wat de ambities zijn? Nou, de ambities zijn sowieso om een internationale wedstrijd te organiseren en die gestaag te laten gaan groeien. Dus echt iets opnieuw opbouwen. En echt de grote prijs van Brabant over 3-4 jaar dat, ja, richting een echt topevenement te laten groeien. Ik hoorde al het woord EK vallen net. Ja, via internationale wedstrijden, misschien een keer een nationaal kampioenschap, een EK. En dan wellicht, wie weet wat er uit de bus komt rollen. We moeten zelf iets neerzetten wat uitstraalt. En wat dadelijk misschien ook organisaties of bonden zelf komen zeggen. Nou, het zou fijn zijn als we bij jullie dit en dit mogen komen organiseren. Nu ga je natuurlijk niet over de centen. Maar goed, als ik dacht, fuck, dat is een evenement, vallen of staan ermee, hè? Dat is zeker. Sponsors zijn gewoon heel belangrijk. Er moet gewoon geld binnenkomen, anders kun je niks organiseren. Het kost allemaal heel veel geld, maar daar moeten we hard voor aan de slag. Nou, ik kan me voorstellen dat ze zeggen, maak het parcours zo spectaculair mogelijk, want dan krijgen wij meer geld binnen, meer publiek. Ja, en heel veel bochten kunnen we de bochten sponsors verkopen en hindernissen, noem het dan maar op. Maar we moeten het voor de renners goed maken, maar ook voor het publiek en voor de sponsors. Het moet gewoon een leuk geheel worden. Is dit iets in november? Wanneer ga je echt het parcours ook daadwerkelijk die hindernissen aanbrengen en dat soort dingen? Nou, dat is allemaal pas in een vrij laat stadium natuurlijk. Dat is meestal 2 weken van tevoren dat echt de materialen hier naartoe gesleept worden. En dan gaan de palen de grond in en de hekken gaan langs de kant. En dan, dan wordt een parcours echt opgebouwd. Dus dat is op vrij korte termijn. Afsluitend, ja, natuurlijk weer de toppers hier aan het vertrek hebben. Kun je er nog een rol in spelen om bijvoorbeeld een Mathieu van der Poel en Lars van Haar over te halen om hier te gaan rijden? Ja, ik kan ze proberen over te halen, maar ook dat is een financieel plaatje en ook nog eens een keer een sportief plaatje. Of dat het past in hun wedstrijdkalender natuurlijk. Maar daarin is wel een taak om te zeggen van nou, we hebben een mooie ronde liggen. Het is in belang voor het Nederlandse wielrennen, het Brabantse wielrennen, noem het dan maar op, dat jullie hier aanwezig zullen zijn. Ja. Dus ja, de hoop is er, maar garantie vind ik nooit. Nee, we moeten ervoor knokken. Het is evenredig aan de sport.